Bij climate change denken we al snel aan vervuilende industrieën, stinkende fabrieken en gasverdampende auto's. Maar één ding wat we vaak vergeten zijn wij, de mens zelf. We groeien zo ontzettend hard op aarde dat we over 20 jaar wel met 9 miljard mensen zijn. En waar moeten al deze mensen van leven? Precies, van voedsel. Maar hoe zorgen we dat we 2 keer zoveel eten kunnen produceren zonder de aarde ook 2 keer zoveel te belasten? Het antwoord, dames en heren, ligt hier in Nederland. Ja, niet hier. En daarvoor gaan we even verkassen. Kom maar mee. Op het gebied van kassenbouw staat Nederland bekend als de absolute wereldleider. En dat is mede te danken aan een van de beste landbouwuniversiteiten ter wereld, de WUR. Oftewel Wageningen University and Research. En door recente innovaties is hun testfaciliteit het epicentrum van duurzame voedselteelt in de wereld. Want waar de meeste kassen op aarde nog vooral op vervuilende fossiele brandstoffen draaien, is er in ons land, onder de inspirerende leiding van Jouke Kampen, een stille en duurzame tuinbouwrevolutie aan de gang. Ah, dit is hem. Ja, dit is hem. Ja, dit is de kas van de toekomst. De kas 2030, zoals we hem noemen. Ja, jij bent toch een beetje de leider als het gaat om deze duurzame revolutie op tuinbouwgebied. Ja. Vertel, waar hou je je vooral mee bezig? Nou, we houden ons als team, want ik ben, u zegt leider, maar we doen het als team. We houden ons bezig met naar een fossielvrije tilt te streven uiteindelijk. Dus waarbij er geen fossiele energie meer wordt gebruikt in de toekomst. En nou ja, dat noemen we eigenlijk het nieuwe telen. En waarin verschilt dat met de oude manier van telen? Nou, het verschil met de oude manier van telen dat je eigenlijk in het nieuwe telen probeert helemaal geen gas meer te gebruiken. Dus je ziet daar de traditionele kassen, die gebruiken nog heel veel gas. Je ziet grote rookpluimen uit de schoorsteen komen. Dat zijn de oude kassen? Dat zijn de oude kassen, ja. Ja, en dit is dus een nieuwe kas. U ziet inderdaad ook geen rookpluimen uit deze kas komen, want deze draait dus full electric. Hey, en wat maakt het zo urgent om nu die transitie te maken naar het nieuwe telen? Nou ja, we hebben natuurlijk de ambitie om in 2050 voor alle sectoren, maar ook onze tuinbouwsector, om helemaal fossielvrij te zijn. En daarom moeten we dus nu laten zien dat je dus met dit soort concepten inderdaad fossielvrij kan telen uiteindelijk. Dus daarom is het belangrijk om dat nu te laten zien dat we in 2050 inderdaad de hele sector fossielvrij hebben. Is jouw nieuwe kas ook nog steeds warm? Ja, gelukkig wel ja. Dus misschien moeten we maar snel eventjes binnen gaan kijken. Ik ben heel benieuwd hoe dit er binnen uitziet. Ja, laten we gaan. Oké. Okay. In kas 2030... kunnen telers en onderzoekers vanuit de hele wereld leren hoe ze fossielvrij en emissieloos kunnen telen. Dit klinkt eenvoudiger dan het is, want iedere teelt kent namelijk zijn eigen uitdagingen. We staan nu hier in de kas van de toekomst. Wat zien we hier? Nou, deze kas maakt het bijzonder dat we hier proberen met zo min mogelijk emissies te werken. Dus zo min mogelijk emissies in termen van water, in termen van energie en in termen van bestrijdingsmiddelen. Dus alles tot het minimum perken, dat we alles optimaal gebruiken. Dat is eigenlijk de kas van de toekomst. Dus dat je geen afvalstromen meer hebt. Dat is de kas van de toekomst. Het geheim achter energiezuinig telen en tegelijk een optimale productie halen is geen hogere wiskunde, maar eerder hogere natuurkunde. Want door het gebruik van temperatuur, vocht, CO2-dosering, licht en schermen optimaal te sturen, kan deze kas veel oplossingen bieden voor de toekomstige teelt van voedsel. Deze kas van de toekomst kan een goede oplossing bieden, omdat je kan stroom kan je makkelijker op een duurzame manier opwekken. Dus als je zo'n kas helemaal op stroom kan draaien, dan kan je die stroom dus duurzaam maken. En op die manier kan je dus ervoor zorgen dat je helemaal duurzaam uiteindelijk kan telen. Een andere innovatie waardoor kas 2030 de meest duurzame kas ter wereld is, is het slimme en duurzame watergebruik. De kas loost namelijk geen drain- en condenswater op het riool, maar alles wordt hergebruikt en gerecirculeerd. Zo gaan er geen nutriënten verloren, wordt het water optimaal benut en komen er ook geen residuen van gewasbeschermingsmiddelen in het riool terecht. Het telen van de toekomst is telen, maar dan met een roze bril op. Man achter deze slimste kas van de wereld is ingenieur en ontwerper Frank Kempkes. Goed kleurtje. Dit is wel wat je verwacht bij een futuristische kas inderdaad. Ja, nou, dit is wat wij eigenlijk al bijna gewoon gaan vinden. Ja. Dit is een kas met aardbeien. Aardbeien op een emissiearme manier. Hoe doen jullie dat dan? Nou, als we vanaf boven de kas beginnen, het kasdek. Het kasdek moet eigenlijk zo licht mogelijk zijn. Licht is de basis voor de plantengroei. Ja. Die plant die verdampt. Hij krijgt licht van die lampen of van de zon, dus er is verdamping. Dus dan wordt het hier eigenlijk te vochtig. Het bijzondere aan deze kas is dat we die energie die het gekost heeft, die vinden wij in deze kas terug. We zuigen de vochtige kaslucht af. Die conditioneren we, ontvochtigen we en brengen we in die slurven, eigenlijk weer gedroogd en op temperatuur gebracht, weer in. En daarmee herwinnen we eigenlijk de verdampingswarmte. Ja. En daarom noemen we dat een semi-gesloten kas.
Dus het circuleert. Ah, kijk, net zoals de bij, die circuleert ook. Ja. In bijna alle glastuinbouwgewassen komen insecten en mijtenplagen voor die het gewas aantasten. Het bestrijden van deze insecten en mijten werd tot voor kort gedaan met chemische bestrijdingsmiddelen. Maar ook dat is in deze kast van de toekomst niet meer nodig. Hier maken ze namelijk gebruik van natuurlijke vijanden, waardoor ook dit proces helemaal duurzaam kan verlopen. Grote vraag blijft natuurlijk... Het gaat erom of het voedsel ook daadwerkelijk zo lekker is. Dat begrijp ik en dat kun je maar op één manier proberen bepalen. En dat is gewoon door te proeven. Dan moet jij maar zeggen of die smaakt. Nou, als dit de toekomst is, nou, ik heb er wel zin in. Nou ja, daar werken we samen aan. Lekker hoor. Door al deze slimme innovaties gaan we niet alleen een smaakvolle, maar ook een geurige en fleurige toekomst tegemoet. En deze kassen lenen zich vrijwel voor alle gewassen. Op dit moment is kas 2030 nog de enige kas in de wereld die compleet fossielvrij en emissieloos kan telen. Maar niet lang meer. Ik vind het echt fantastisch om te zien wat er op Nederlandse bodem wordt verbouwd op dit gebied. Maar is dat alleen vanwege ons klimaat of kunnen we dit ook wereldwijd toepassen in andere landen? Nee, dit kunnen we ook wereldwijd toepassen. Juist dit soort concepten kan je wereldwijd toepassen. Door deze technieken ben je veel minder afhankelijk van de buitencondities. Dus deze technieken worden in alle extreme klimaten nu toegepast. Dus we hebben zo'n soort unit staan op Antarctica, maar we hebben ook zo'n soort unit staan nu in Saoedi-Arabië. Dus echt alle extreme die we op aarde hebben, daar kan je dit toepassen. Maar dat is nogal een verschil. Of je een kas op Saoedi-Arabië of in Antarctica hebt staan, dan heb je te maken met een heel ander klimaat. Hoe pas je dat dan toe? Nou, bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië, daar is natuurlijk de voornaamste probleem is water. Dus je wil eigenlijk zo'n kas neerzetten wat zo min mogelijk water verbruikt. En eigenlijk de technieken die we dus hier gebruiken, waarbij je dus het water uit de lucht haalt en dat dus weer opnieuw aan de planten kan geven. Eigenlijk die technieken, die zijn bijvoorbeeld heel belangrijk in Saoedi-Arabië. Want dan kan je dus met heel weinig water toch voedselproductie hebben. Uiteraard kost dat wel energie, maar ook die kan je daar makkelijker natuurlijk duurzaam opwekken. Want op het moment dat het daar zo warm is, zet je op zonnepanelen neer. En dan kan je, dus je kan ook daar kan je aan fossielvrije technologie denken die we hier dus ook toepassen. Maar een kas op Antarctica of Saoedi-Arabië, grotendeels van de wereld, heeft niet dat soort extreme klimaten. Dan moet het toch bijna overal mogelijk zijn? Nou ja, dat is zo. In principe, ja. De extreme kan je dekken, dus dan alles wat er tussenin moet je ook kunnen dekken. Dus in principe kan je waar ook ter wereld op een duurzame manier voedsel produceren. Ja. Dat klopt. Ja, klinkt fantastisch. Dan ga ik inderdaad de Saoedi-Arabische boerenkool maken. Ja, nou ja, ik weet niet of ze het lekker vinden, maar je kan het proberen. Ja, met je stamppot daar. Ja, ja, ja. Kunnen we alles een eerste keer. Ja, nee, dat is waar. Ja. Nederland is niet alleen marktleider op het gebied van innovatie als het gaat om kassenbouw, maar ook in de bouw zelf. Dus om te weten hoe deze moderne duurzame glaskunst wordt gemaakt, gaat Tim op bezoek bij een van de meest toonaangevende producenten van de wereld. Ah, John. Hey Tim, welkom bij Bomgroep. Ja, jij kan me alles vertellen over hoe die kassen gebouwd worden. Absoluut. Laat me je even verrassen. We gaan mee naar boven. Okay. Sinds de oprichting door Piet Bom in 1966 is het bedrijf een pionier geweest in de glas- en tuinbouwwereld. Mede door de vele technische innovaties in de afgelopen 60 jaar heeft Bom Group een belangrijk aandeel gehad in de vormgeving van de huidige high-tech kassenbouw. John, bekend beeld. Ik ben vandaag bij de Wageningen Universiteit geweest. Ik heb een fantastische kas gezien. Maar jullie zijn degene die in praktijk die kas ook bouwen. Waar begin je? Dat is een hele goede vraag, maar het begint altijd met een idee. En het idee komt in dit geval van de Wageningen Universiteit. En of het nou de Wageningen Universiteit is of een andere klant waar ook ter wereld, het begint met een idee. Iemand wil iets gaan beginnen in de tuinbouw. Dus wat wil de klant, waar zit de klant en wat wil hij gaan doen? Dat proberen we te visualiseren in een plan om zo goed mogelijk klimaat voor het groeien van die plant te bewerkstelligen. En dat gebeurt dus allemaal hier of zitten jullie over de hele wereld? Nee, dat gebeurt allemaal hier. Het ontwerpen en het designen van zo'n heel groot project, dat begint allemaal hier in Hoek van Holland in ons kantoor. Met de wensen van de klant op zak gaat de R&D-afdeling aan de slag om een model te maken die aan de specifieke eisen moet voldoen. Zo wordt er gekeken naar het terrein waarop de kas komt te staan, welke elementen van buiten een rol spelen en of het ontwerp van de constructie daar geschikt voor is. Als de digitale kas ontworpen is, is het tijd voor een rondje langs de wijken in de buurt. Als eerste komen vrachtladingen aluminium aan bij de toeleveranciers in Bleiswijk en omstreken. Hier worden de kasconstructies en de dakgoten op maat gezaagd en voorgeboord om vervolgens als halffabrikaat de hal weer te verlaten.
Tegelijkertijd wordt er in Naaldwijk gewerkt aan de warmteinstallaties met bijbehorend giganetwerk aan leidingen. Aangezien de duurzame kassen ook met geothermie of aardwarmte kunnen worden verwarmd, moeten de buizen die deze warmte vervoeren vanuit 2 kilometer diepte met een meesterlijke precisie worden gebogen en aan elkaar worden gelast. Om ook als halffabrikaat het pand te verlaten. Als laatste schakel geen wijk, maar een dijk. Maasdijk om precies te zijn. Hier worden de irrigatienetwerken gemaakt, net als de elektriciteitsnetwerken, voor de all-electric kassen van de toekomst. Om uiteindelijk samen met de andere halffabrikaten in de loods van BOM Group terecht te komen. En dan moet het nog opgebouwd worden. Dat is natuurlijk ook nog een hele klus. Ja. Vanuit deze loods gaan de kassen als een soort prefab pakketten over de wereld, waar een leger van Nederlandse kassenbouwers de voedselindustrie verduurzamen. Van de Verenigde Staten tot China en van Europa tot Afrika zorgt dit Nederlands vernuft ervoor dat dat glas in de toekomst altijd half vol is. Ah, dit ziet er wel indrukwekkend uit hoor. Overal kassen. Tim, mooi hè? Het is een mooi gezicht. Als ik de berichten in het nieuws af en toe mag geloven, dan heb ik het gevoel we zijn te laat. Of kunnen we nog een inhaalslag maken? Nee, we zijn zeker niet te laat. Als je ziet wat we in de afgelopen 20 jaar allemaal bereikt hebben, en je ziet vandaag kas 2030, dat is nog maar in 20 jaar, ja. Dan ben ik heel erg benieuwd wat er in de komende 20 jaar gaat gebeuren. We weten al heel veel wat er gaat gebeuren, maar we staan pas aan het begin van zulke mooie grote ontwikkelingen. Robotica, artificial intelligence, big data, combinaties van allerlei energiebronnen die we aan gaan boren. Met één doel, wij kunnen als Nederlandse Tuinbouw BV de monden voeden overal in de wereld. Met duurzaam, veilig voedsel, met goede geteste technieken, waar de WUR en wij hopelijk een heel groot onderdeel van uit gaan maken. Nou, dat klinkt fantastisch. Ik krijg ineens weer het gevoel dat er inderdaad nog hoop is. En dat we nog op een lekkere en duurzame manier kunnen genieten van eten. Dat wil ik nou precies zeggen. Hoop is er altijd. En vooral heel gezond, goed blijven eten. Ja.